Dames en heren, welkom bij de Vrije Republiek Twente. Vandaag hebben we een bijzondere gast en dat is Jaap Wernink van de Technologiekring Twente. En ook als gast Rob Dieleman. Kameraden, er mankeert niets aan uw toestel. Dit is de Vrijmipo van de Vrije Republiek Twente. Met excuses dat we misschien net aan een ander programma zaten kijken, maar het is nu dus weer even tijd voor de Vrije Republiek Twente. En blijf alsjeblieft gewoon kijken, want we hebben een hartstikke leuke gast voor u. Jaap Wernink. Jaap Wernink zit in de technologiekring Twente, maar hij doet zoveel meer. En hij heeft goede ideeën over wat we met Twente zouden kunnen gaan doen. Meneer Wernink, fijn dat u er bent. Dankjewel, graag hier te zijn. U komt uit de Achterhoek, u ging studeren in Enschede en dat prefereerde u boven Groningen, anders had u daar dus gezeten. Ja. En na uw studie bent u met een bedrijf begonnen en nadat u dat bedrijf bent begonnen zit u ook in allerlei vertegenwoordigende raden die met elkaar praten en overleggen en het goed voor hebben met Twente. Heb ik dat goed samengevat? Ja, ja. Eerst over je eigen bedrijf. Dat is het golden ei, het gouden ei. Dat is meestal een idee of zo. Wat is dat bedrijf wat u heeft? Nou, de ambitie die we eigenlijk hebben is dat je zegt van goh, als je kijkt hoe investeerders succes proberen te voorspellen, dan hebben ze het in heel veel gevallen mis. En eigenlijk is onze ambitie om het veel beter te kunnen dan investeerders-experts. Dus wij proberen eigenlijk via onze software en via de service die we bieden succes van start-up bedrijven of van innovaties te kunnen voorspellen. Nou, dat is onze lange termijn ambitie. Help even. Ik begin een bedrijf. Ja. Ik ga naar de bank of ik ga via de mensen in de stad, probeer ik geld bij elkaar te halen of waar dan ook. Ja. En dan zeggen ze, ja, we weten niet of dat een succes wordt. En dan zegt u, wij denken software te ontwikkeld hebben, dat dat vrij serieus kan voorspellen, dat het idee een gouden idee is of dat het een afvalemmer idee is. Ja, ja. Ja, we hebben een heel groot onderzoek gedaan hier met de UT, met de Aardgroene, Nikos. Nou, hoe kijken risico-investeerders nou naar innovatieve ventures en op welke gronden baseren ze hun keuze om wel of niet te investeren? Dat hebben we volgens gemodelleerd in de software. En als je dus jouw idee met onze software zou toetsen, gaat hij op exact de juiste criteria letten, allerlei weegfactoren achter en krijg je allerlei overzichten van wat zijn jouw sterke punten, wat zijn de zwakke punten, wat is de verwachte interesse van investeerders, hoe zinvol is het voor investeerders om daarin te gaan investeren of niet. En eigenlijk komt het in de kern neer op potentie, hoeveel potentie erin en hoe haalbaar is het. En aan de hand van aan de hand van die twee assen kun je heel mooi afzetten van goh, hebben we hier nou eigenlijk te maken met bijvoorbeeld een moneymaker, heel veel potentie, hoge haalbaarheid, of meer een hobbyist, de potentie zit niet heel erg hoog, maar de haalbaarheid daar moet je het al helemaal niet over hebben of van hebben eigenlijk. Dus. Maar ik moet wel een beetje lachen, omdat ik grote succesvolle ondernemers ken die zeggen ja, als het aan de bank of aan de Kamer van Koophandel had gelegen, was ik er nooit mee begonnen, omdat ze dachten dat het nooit een succes kon worden. Ja, ja. En nou zegt u, ik kan het min of meer wiskundig precies voorspellen. Ja, dat is onze ambitie, om dat te kunnen doen. En daar zijn we nu heel druk mee bezig. Maar dat ligt toch, als ik ben ondernemer, ik heb geld nodig, ik heb een briljant idee of niet. Maar het ligt toch vaak aan de ondernemer of het een succes wordt. Maar daar kijk je ook naar. Het is niet alleen dat je naar het idee kijkt. Een eentje of een nulletje. Ja, gelukkig tegenwoordig niet meer. Dus als je ziet wat Watson van IBM allemaal kan, dan gaat het verder dan eentjes en nulletjes. Maar als je kijkt wat de belangrijkste elementen zijn, dat is altijd het team, de ondernemer, het product, de markt en financiële zaken. En nou, daar heb je allerlei verdiepingen op, maar dat is in de kern waar het eigenlijk om gaat. Dus de executie, daar valt natuurlijk of staat een heel groot deel mee. Het idee is misschien 10% van het succes uiteindelijk. Maar ik kijk even door. Want dan wordt u vooral ingezet door banken en dat soort instellingen die gewoon zeggen, joh, we hebben weer een paar van die gasten gehad. Kijk jij er eens even naar? Nou nee, eigenlijk niet. We zijn nu net zijn ING en ABN een soort van klant geworden van ons, maar dat is nog maar heel recent. Als je kijkt waar onze grote groep gebruikers zit, dan zit dat in ondernemers, start-up, groeibedrijven die onze tool gebruiken om hun plan scherp te zetten, om investeerders te vinden. Investeerders gebruiken onze toolset. En je ziet steeds meer dat het grotere bedrijfsleven onze software gaat gebruiken voor interne innovaties. Dus we
wij gaan als Thales zijn, dan gaan we investeren in een aantal, of hebben we de ruimte om te investeren in een aantal vernieuwingen. Waar zullen we op gaan inzetten? Wat zijn nou de meest kansrijke innovaties die we hier binnenboord hebben? Nee, begrijp ik. Maar u zit in Twente. Ja. Ik zou zeggen, als dat inderdaad zo'n fantastisch uniek programma is, dan wil heel Nederland, je wil heel Europa, je wil heel de wereld je hebben. Ja. We zitten in Twente. We zijn niet alleen actief in Twente. Dus dat is ook zo. Oké, maar goed, 8 mensen heb je op dit moment lopen, toch? Ja. Maar dat is het mooie van software. Dat is een soort van schaalbaar. Dus je hoeft niet honderden mensen te hebben om wereldwijd actief te zijn. Dus je verkoopt die software? Ja. Ja, het is een software- en service model. Dus we verkopen licenties op de software. Op het moment dat je niet de experts zelf in huis hebt om oordelen te kunnen doen, dan kunnen we daar nog wel zelf experts bij leveren. Maar in principe draait de software ook zonder onze diensten. Ja, begrijp ik. Daar verdient u een hele fatsoenlijke boterham mee, schat ik zo in, als je nu al 8 mensen hebt lopen. Ja. Want het is toch vrij uniek. Maar ontwikkelt zich dat dan nog verder? Of is dat gewoon een... Je hebt een bril en met deze bril moet je het gewoon doen en dan was het dan weer een beetje. Nee. Als je kijkt, we zijn daar nu 3 jaar geleden mee begonnen. Als je kijkt wat we sindsdien hebben gebouwd. Het begon met puur alleen maar een spiegel voor de ondernemer om zichzelf te kunnen beoordelen. Als je ziet wat het nu is en het ingezet wordt binnen grote organisaties voor innovatieprocessen, dan is het een veel complexer, veel groter systeem geworden. Er zitten veel meer tools in rondom benchmarking, het kunnen vergelijken met anderen. En ik verwacht wat ik zei, die ambitie is omdat de software zo slim wordt om zelf te kunnen voorspellen. Nou, daar zijn we de komende jaren nog niet. Dus in die zin is er veel voldoende te doen. Hoeveel bedrijven heeft u door de mangel gehaald? Hoeveel bedrijven zijn er gebruik gemaakt van uw software om anderen te overtuigen dat het een briljant bedrijf gaat worden? Ja. Nou, we hebben nu ongeveer 3500 gebruiksondernemers in Nederland die de software gebruiken. Nog steeds, hè, want de software is nu 1,5 jaar live ongeveer. Is dat best wel vroeg om dan te zeggen wat is nou een succes? Als je het nu meet, kun je 1,5 jaar later succes meten bij startups. Maar wel een mooi voorbeeld hier uit de regio is Tribalform. Twee jonge onderzoekers hier vanuit de universiteit die software hadden om productieprocessen te modelleren. De fouten daarin te kunnen opsporen zonder dat je dat real life zou moeten doen. Real life bedoel ook dat ze operationeel zijn, dus dat ze er van tevoren dat eruit hadden kunnen halen. Ja, het was gewoon het modelleren van het proces, dat doe je in hun software. En daarmee kunnen ze enigszins fouten voorspellen en aanpassen. Dat bedrijf is ondertussen nu verkocht. Dat is heel snel, heel succesvol. Maar dat klopt ook aan alle kanten. Dus er was sprake van een enorm complementair ondernemersteam. De waardepropositie was uniek. Ze vulden een gat in waar de partners op dat moment of de partijen in de markt niet op konden inspelen. En zo ontstond er eigenlijk een gouden combinatie. Ja. Oké, u heeft een mooi bedrijf. Dat gaat langzaam zeker vooruit. Maar toch heeft u in de afgelopen jaren gemeend zich te moeten bemoeien. Maar als u zegt, ja, of ik nou in Twente zit of in Maastricht of waar dan ook, het maakt niet zoveel uit. Die software die kan je gewoon rondsturen en die kunnen gewoon mensen gebruiken. U blijft toch zitten in Twente. Ik vind het prima, ik vind het wel gezellig. Maar u bemoeit zich nu inmiddels ook behoorlijk met de politiek. U zit in de technologiekring Twente, in de Twente-board zit u. Ja, dat is aan de ene kant natuurlijk ijdelheid wordt gestreeld, want ja, dan tel je mee, hè, als ondernemer als je daarvoor gevraagd wordt. Ik ben zeer gevoelig voor. U bent daar zeer gevoelig voor, zie je. Ja. Maar zit je dan in die board en in zo'n technologiekring dat je denkt, wat een gezeik, man. Ja. Ja, zit je er zo? Soms wel, ja. Maar dat is ook denk ik de kracht van waarom ik er zit. En dat is ook de reden dat ik er zit. Dus we willen gewoon echte ondernemers hebben, want je bent nog maar 32 jaar. Dat vind ik zo opvallend. En daar zitten allemaal de Herman Hazewinkels, en geen kwaad woord over Herman Hazewinkels. Maar toch allemaal wel veel mensen boven de 50, boven de 60. Ja, moeten niet aan Twente gaan redden, denk ik wel eens. Ja, nou ja, vorige week volgens mij stelde je voor dat Albert-Jan Peters de reddende engel van Twente moest zijn. Kijk, weet je, dat hangt volgens mij niet zozeer van leeftijd af, maar dus er zijn natuurlijk zat mensen, en ik bedoel, die moeten jullie ook vanuit de Vrije Republiek kennen, die juist gewoon bottom-up met mooie dingen bezig zijn en daar zaken regelen, zaken initiëren en aanjagen. En, weet je, kijk, en dat ligt mij ook enorm, maar ik had wel zoiets van, ja, weet je, als je dat blijft doen en je zet je af tegen het traditionele, misschien wel het old boys network, dan ga je dat niet veranderen. Dus misschien moet je er gewoon in gaan zitten en vanuit binnenuit kijken of je dingen anders kan. Dus dat u bent eigenlijk een soort guerrilla, een soort mol. U bent eigenlijk de spion van de Vrije Republiek. En ja, precies. Ja. Nou, dat horen we graag. U bent erin gaan zitten om van binnenuit de boel te gaan veranderen, aanpassen, te gaan doen. Nou, en ook kijken of die aannames kloppen. Want het is heel makkelijk. En dat ook voor mij, en zeker toen ik er niet in zat, om te zeggen, joh, die oude heren in die boord, die grijze haren, dat lult allemaal maar, er komt niks uit. En dat roept bijna iedereen. Hè? Dat krijg je als Twente-board ook continu voor je kiezen. Wat doen jullie nou? Wat leveren jullie op? Wat zijn de resultaten? Dus heb jij er ook nog wel vragen over dadelijk. Maar volgens mij moet je er wel wat dieper naar gaan kijken. En ik vind dat we in Twente heel vaak over structuren, dat we het maar bijna niet over inhoud hebben.
Dus als je dat wil zien, dan moet je er ook in gaan zitten. En zo is het ook met de TKT. En dat is ook de reden dat u zegt, daarom ben ik in die technologiekring Twente gaan zitten en daarom ben ik ook in die Twente-bord gaan zitten. Ik vind het niks, maar om dat te onderbouwen ben ik er maar in gaan zitten om dat geneuzel aan te horen en om mee te praten om te kijken waar ik het kan bijsturen en hoe ik het kan veranderen. Ik vind Twente heel veel en heel gaaf. En volgens mij kunnen we van Twente veel meer maken dan wat het nu is. En volgens mij hoef je daar niet allerlei nieuwe dingen voor op te tuigen en te bedenken om te zorgen dat die trein van Twente heel hard gaat rijden. Heb je daar je hebt een technologiekring Twente, ooit ontstaan vanuit de eerste spin-off bedrijfjes vanuit de universiteit. Die zeiden van joh, wij doen hele verschillende technologieën, maar op ondernemerschapsgebied kunnen we van elkaar leren. Dat is een mooie ondernemers van en voor club, geen politieke bemoeienis, etc. Dus daar heb je iets heel moois. Nou, ik had een bepaalde visie op hoe je dat een fase verder kon brengen. Nou, het oude bestuur omarmde dat, vroeg wat voorzitter wilde worden en zo rol je er dan een beetje in. Maar goed, je bent 32 jaar, je rolt er een beetje in, want je bedrijf loopt goed en dat gaat allemaal. Maar op een gegeven moment dan zit je weer met al die, nou ja, ik wil niet zeggen kneuzen, want er zijn natuurlijk al mensen die op zich wel... Maar ben je nou nooit dat je denkt, ik moet voor de vergadering moet ik alcohol hebben, want ik word er helemaal gek van. Ja, je weet niet hoe die Twente-bord vergadering eruit gaat. Misschien is dat überhaupt het geval. Maar, ja, weet ik nee, niet. Dat heb ik zeker niet. Want ik bedoel, ik zit al een enorme... Je zit er niet erbij omdat je het mooi vindt om met Havenwinkel en met de bestuursvoorzitter van Saxion en van ROC en weet ik veel wat allemaal te gaan zitten. Die zijn allemaal mensen die nooit echt gewerkt hebben. Nou, Havenwinkel wel natuurlijk, maar... Nou, ik denk de anderen ook wel. En ik vind oprecht ook dat ze zinnige dingen zeggen. Dus het is niet zo dat ze geen goede ideeën, geen zinnige dingen zeggen. Ik denk dat het goed is dat het een mengeling is. Dus mijn onervarenheid als kracht versus de ervarenheid van een aantal andere mensen. Dus ik bedoel, dat is voor mij een mooie combinatie. Maar u bent de gast bij de Vrije Republiek Twente. Ik heb u van de week, benaderd. En u heeft daar wel oren naar. Waarom zou die Vrije Republiek Twente een modus kunnen zijn om dingen misschien iets hardhandiger tot stand te brengen in Twente, bestuurlijk gezien? Nou, omdat ik het gevoel heb dat het hier in Twente veel te veel gaat om posities, belangen, structuren, netwerk, etc. En ik geloof daar helemaal niet in eigenlijk, dat het op die manier gaat. Dus ik geloof veel meer in een beweging van onderaf, een beweging waarin mensen elkaar weten te vinden, elkaar scherp houden en goede ideeën en kans geven door daar met z'n allen voor te gaan. En kijk, dat kun je op de traditionele manier met boards en netwerken, et cetera, doen. Maar ik denk dat het veel sneller gaat als we daar los van komen op een gegeven moment. Heeft u nooit het gevoel te gehad, omdat ik dan wel eens denk dat het allemaal langs elkaar heen werkt, dat het allemaal maar alleen maar zit te praten. Dat je denkt, ik pak mijn bedrijf op, ik ga in Groningen zitten, ik ga in de Randstad zitten, ik ga in Brabant zitten. Toch? Ja, nou, we hebben ook een kantoortje in Utrecht, dus af en toe ontvlucht ik in Twente. Maar niet om die reden. Maar het grappige is, we zijn ook heel veel in Brabant. We werken veel voor Brainport. En je ziet daar eigenlijk dat het niet veel anders is. He, dus, meen je niet? Het is daar dan nog dus grotere ellende als je binnenkijkt dan hier wellicht. Meen je niet? Zegt u nou, meneer Binning, dat u ook ervaringen heeft in andere delen van het land, waar de bestuurders en de mensen die in al die Twente-boord of Brabant-boord of onzin-boord, hoe ze dat komen noemen, dat daar het geneuzel nog groter is dan hier zo? Minimaal denk ik, ja. Jeetje, dus wij moeten eigenlijk blij zijn met je dat. Je moet eens kijken hoe Delft en Rotterdam samenwerken in die regio. Dat doen ze ook niet. Nee. Nee. Maar zou je bestuurlijk hier wat moeten veranderen? Want als het dan eigenlijk al wat u zegt eigenlijk het gaat beter. Maar dan wij denken dat het nog beter kan. Dat denkt u ook? Ja, dat denk ik wel, ja. Hoe zou dat veranderd moeten worden? Nou, ja. Weet je, volgens mij zouden we in ieder geval moeten proberen dat iedereen zich ook achter één visie schaart. Hè? Los of die visie er nu is of niet. Er is geen visie, en als er wel een visie is, zijn het er 17. Ja, en op het moment dat het een goede visie lijkt, is er altijd wel iemand die er wat van vindt om het af te branden. Om het af te branden. Ja, er was laatst een columnist van Radio 2, was een Belg, en die zei, joh, het zou mooi zijn als in Nederland, als je moet betalen om jouw mening eens te delen. Moet je eens nagaan hoe die gierige Nederlanders, die zullen waarschijnlijk hun meningen niet meer geven. Het zou goed zijn voor het land om een keer wat stappen te zetten. En ik denk dat hier ook wel zo is. Dus op het moment dat je ziet dat er een goed initiatief ontstaat, is het eerste en beste moment wordt het flikkant neergezabeld. Dat is eigenlijk de standaard reactie, lijkt me, vind ik af en toe. En volgens mij als je dat, dus vanuit een duidelijke focus, dat draagvlak voor hebt en krijgt ook, en gewoon de kans krijgt om te doen, niet al je middelen verbrand bij het initiëren van continu nieuwe dingen, maar gewoon eens doorzetten op een gemaakte keuze. Ik denk dat je dan enorme stappen kan zetten. Ja. En als je dat ook nog voor elkaar krijgt om die industrie hier in Twente een keer in de lead te laten zijn. En dat is niet een verwijt aan de overheden of de kennisstellingen dat zij altijd de lead pakken. Maar dat is ook een verwijt richting de industrie dat ze de lead niet pakken. Dus je hebt hier niet een leidende industrie die zegt, net als in
Eindhoven of een Brainport-regio waar te vijf zijn. Die zeggen, joh, wij gaan deze koers varen en daar trekt een hele regio in mee. Ja. Dat heb je hier niet. Nou, prima. Dat is misschien ook wel je kracht, dat je veel meer vanuit onderuit kunt schakelen. Nee, dat is juist niet je kracht, want dan komen we dus in tekort, want dat lukt dus niet. Kijk, als daar de ASML's van deze wereld zeggen, we gaan naar links, nou, dan moeten de rest wel mee. En als ze niet meegaan, gaan ze lekker niet mee. Ja. Oh, maar als de ASML's van deze wereld wat minder zouden gaan, dan gaan we de hele regio wat minder. En hier heb je voor mij wel de kans om juist vanuit kleinere, snel groeiende bedrijven, veel sneller op dat soort zaken in te kunnen spelen. Veel minder afhankelijk te zijn van een in de regio georganiseerde keten. Ja, maar meneer Binnink, u gaat het niet leuk vinden. Maar u bent een succesvolle ondernemer. Nou, dat zou ik niet zeggen. U bent pas 32 jaar. Wij moeten veel meer gaan doen met u in die regio. Nooit dat mensen uit politieke sfeer of uit... Die zeggen, Binnink blijft erbij, over een paar jaar ben jij onze man die voorop loopt en ons meetrekt. Dan bent u zeg maar de ASML van Twente. Nou, het zou mooi zijn, maar ik verwacht niet dat zo zou ben je beschikbaar? Nee. Want? Nou ja, mijn kernprioriteit is een fantastisch bedrijf met Gold Eject bouwen. Ja, maar dat loopt wel. Nou, nee, dat valt tegen. Ja? Ja, jij omschrijft het als een enorm succesvol ondernemer, maar als je met z'n achten, negenen bent, en dan ben je natuurlijk nog volledig afhankelijk van iedereen die daar een stapje extra kan zetten om de bedrijf een stap verder te brengen. Dus ik, op het moment dat ik daar nu gas terugneem, zie je dat direct terug in de groei van het bedrijf. En dat is de kern. En, ja. Tot zover bedankt. Blijf alsjeblieft nog heel even kijken, want we gaan nu kijken naar Jerry Kroeze. Goedemorgen, heren. Daar komt Marianne aan. Prachtig weer, hè? Hoe jullie komen voor het voorwerp van de week? Ik zou zeggen, kom even mee. Naar binnen. Kom erin, dan kun je de route kieken, zoals ze dat hier zeggen. Mijn naam is Marianne Kwekkeboom, voorzitter van het Cultuurhistorisch Instituut van de Vrije Republiek Twente. Ja, het voorwerp van de week. We zien hier een bijzonder object. Het is het werd genoemd de keukenharp. Het is een object waarbij snaren zijn aangebracht in een deel. Hier zie je ook een losse snaar nog. Het is een voorwerp wat gebruikt werd zo direct na de Tweede Wereldoorlog, in de wederopbouwperiode. Er werd gebruik gemaakt van de primitieve kunststoffen. Deze is toevallig trouwens helemaal niet van kunststof. Deze is nog van ivoor. Heel mooi materiaal om mee te werken. Dit voorwerp is dus direct na de wederopbouw gemaakt. En het mooie is, het is dus inderdaad ook niet van hout gemaakt. Dus, want dat was een van de schaarste dingen direct na de oorlog. Want de huizen moesten worden opgebouwd. Dus het snijden van een blokfluit was, of een drumstokje maken. Dat was al de verspilling van bouwmateriaal. De huisharp werd gebruikt om muziek te maken. Er was natuurlijk ontzettend veel. De nasleep van de oorlog maakte het gemoed nogal zwaar. En door de muziek, denk maar aan de familie von Trapp, werd het huis weer, dat lichtte weer op, mensen zongen weer. En dan werd dan gebruik gemaakt van de keukenharp om dan liedjes te zingen in de keuken. Het gebeurde heel vaak in die families dat er dan iemand bijvoorbeeld struikelde en dat dan de heer des huizes net met zijn klokkenspel in deze holte terecht kwam. En dan waren de kinderen als de wieswiede weerga erbij om dan die harp dicht te klappen. Nou, en dat was dan ontzettend pijnlijk gevoel. Kunt u zich wel voorstellen. Ik ben een vrouw, de mannen die dit zien, kunnen zich daar wel iets bij voorstellen. Maar op een gegeven moment kwam er toch wel heel duidelijk een kentering. Men zag hier een dubbele functie en toen zijn men eieren gaan snijden. Dus hier een gekookt ei werd hier dan in aangebracht. En toen drukte men dat harp dicht en er kwamen de plakjes uit. En wel geteld zaten er ongeveer 8 à 9 plakjes in een ei. Dat is ook wel heel mooi om even te weten. Voort! Weg daar! Nou. Op je honden geschoten.
Marian Kwekkeboom, net voorbij paraderen. En wat is ze mooi, hè? Wat is ze mooi. We gaan hier weer terug nu aan tafel bij Fellini. Waar we te gast hebben Jaap Beerning. Maar aangeschoven is ook Rob Dielerman. Meneer Dielerman, u heeft net voor Marian Kwekkeboom gehoord wat Beerning onder de berden had. Ja. Een jonge, ambitieuze ondernemer van 32 jaar. Die een goede ideeën heeft, die ook hard wil werken. Ja. Dat bent u ook ooit geweest? Ik ben dat ooit geweest, ja. Maar wat vond je van zijn verhaal? Nou ja, goed verhaal. Helaas, net als de vorige keer, ben ik het eigenlijk op grote lijnen wel weer mee eens. Prima, dan geef u een biertje. En ja, dat is goed. Weg. Ik ga iets voor mezelf doen. Maar als je dan kijkt, hij zegt, en dat wist ik eigenlijk niet, ben ik heel eerlijk. Hij zegt, natuurlijk, het valt even samen met mijn eigen woorden. Ja? Natuurlijk is de Twente een bende, al die door elkaar schreeuwende... zelfingenomen bestuurders. Maar je moet eens in Brabant komen kijken, of in de Randstad of in Groningen. Dat is nog drie keer zo erg. Vat ik even op mijn manier samen. Dat is ook wel zo. Dat klopt ook wel. Zeker als je naar de achterkant kijkt, dan is dat wel zo. Aan de achterkant, aan de voorkant zie je niet. Aan de voorkant is het gesloten bolwerk. En dat vind ik op zich al een hele prestatie. En ik krijg ook dat signaal wel over Twente, hoor. Dat Twente buiten de regio misschien wel sterker wordt beschouwd dan dat we het hier intern vinden. Ik heb wel eens een keer een overleg gehad bij de samenwerkende noordelijke provincies. Vertelt wat wij deden, ook over de technologiekring Twente. Nou, ze waren diep onder de indruk, tot mijn verbazing. Maar u zegt, voor de deur doen ze eens geleden en achter slaan ze elkaar op de bek, vat ik even samen. Maar dan hebben ze wel de taart binnen. En, dus op het moment dat je een brainboard, als die grote club zegt, joh, beste Vergijzel, we zouden het fantastisch vinden als jij dit voor ons weet te regelen. Vergijzel is de burgemeester van Eindhoven. Dan gaat hij dat regelen, fantastisch, krijgt hij alle credits, vinden al die bedrijven goed. En vervolgens als de buit binnen is, dan verdelen ze hem in een grote oorlog. Maar dan hebben ze hem wel binnen. En hier lijkt het alsof we af en toe wel eens oorlog voeren voordat die buit binnen is. Dat is, een beetje, dat is misschien het enige verschil. Nou ja, maar dat lijkt het wel eens, dat is ook gewoon zo. Ik kan me nog herinneren dat er onder voorzitterschap van meneer Sporre van de Kamer van Koophandel, nou is het ooit erger geweest, gingen ze om de beurt de gemeentes en de Kamer van Koophandel naar Den Haag toe om daar te gaan uitleggen wat er moest gebeuren. Ja, dat is niet goed. Dat is misschien een, u begint te lachen, maar ik praat toch geen onzin? Nee, dat zeker niet. De wijze waarop ik het formuleer ergert u misschien of zorgt voor een lach. Ja. Maar dat is wel natuurlijk het verhaal wat we hier in Twente hebben. Dus die Vrije Republiek Twente, ik kom er maar weer steeds even op terug, is zo'n gek idee niet om alles, alle kikkers in diezelfde kruiwagen te krijgen en een beetje leiding eraan te geven, zodat het gekwaak een beetje eenvoudig is. Maar wat ik wil, want kikkers en kruiwagens is wel nou mooi, volgens mij moet je wel zorgen dat je gewoon de kruiwagen gaat duwen, ongeacht of die kikkers erin zitten. Laat er een paar in zitten en gewoon gaan duwen, die rest die springt wel. Kikkers kunnen goed springen eruit, maar ook erin in principe. Dus wacht niet dat je totdat alle bestuurders, ondernemers en gemeenten zich aangesloten hebben bij het afgesproken beleid. Nee. Want dat is ook wat ik inderdaad eerder gehoord heb, dat ze zeiden, we hebben hier de burgemeester van Enschede gehad. Ja. Die zei, als ze in Enschede niet willen samenwerken, ik vind het goed, ik ben zat. Als ze dat niet willen, dan ga ik wel gewoon in Duitsland aan de gang. Want daar is ook handel te halen. Daar zijn ook mensen. Ja. Ja. Doe mee of doe niet mee. En als je niet mee doet, prima, ik ga door. Dat is ook wat u zegt. Zeker. In hoeverre ziet u, want wij worden steeds enthousiast over u, meneer Binning. Ja, fantastisch. In hoeverre ziet u een rol voor uzelf weggelegd om die kruiwagen te gaan duwen? Of bent u een kikker? Ja. Ja, precies. Nee, ik hoop te duwen, of in ieder geval dat vooruit te stuwen. En dat is ook wel de reden dat je zegt van hey, dan ga ik daar ook me voor inzetten. En dan ga ik me ook wagen aan een TKT of een Twente-bord, maar dan ook gewoon vanuit goede bedoelingen. En dan mee je nek uitsteken, hè? Want die wordt net zo makkelijk ook eraf gehakt als je niet oppast. Dat is ook prima. Maar één ding, en dat was overigens in Den Haag, was een fantastisch diner dat je net schetst in de Tweede Kamer, het Twente-diner. Je bent er vast bij geweest. En toen zat ik naast Dennis Schipper en Demcon. En die zei één ding tegen mij, hij zei, joh Jaap, ik zie je nou in allerlei gremia rondlopen met alle goede bedoelingen. Je hebt goede punten, je probeert er het beste van te maken. Maar onthoud wel, de groei van jouw bedrijf heeft veel meer effect op hoe je Twente vooruit weet te helpen dan wat al die boards bij elkaar zouden kunnen betekenen. Zo heeft hij er altijd in gezet. Ja, zo staat hij er altijd in. Ja. Even een stapje terug, want ik ken hem ook, Dennis van Demcon, maar wat zei hij nou precies tegen u? Zeg het nog één keer. Dat het effect van Gold Eggcheck als groeiend bedrijf op de kracht van Twente groter zal zijn. Dus in zijn bewoording, wat hij met Demcon heeft kunnen realiseren, heeft meer effect gehad op alles wat hij als boardlid heeft kunnen doen in die boards voor Twente. Maar hij zat in die board en daardoor wist hij exact hoe die Demcon kon voorsorteren op allerlei zaken. En daar heeft hij misschien wel meer. Maar dan zeg je eigenlijk van, hij heeft er meer effect van gehad als zelfstandig ondernemer door wat er in die board besproken werd om daar zijn voordeel mee te doen als onafhankelijk ondernemer. Ja, misschien Twente heeft er meer voordeel bij gehad dat hij gewoon zijn bedrijf heeft laten groeien. Ik vroeg het aan hem, hoor, als je niet heel erg vindt. Oh, ja, okay.
Nee, wat volgens mij weet hij, en dat zie je niet vaak, de combinatie tussen eigen en algemeen belang te maken. Ja. En dat vind ik het meest moeilijke. Hè? Dus ik ben misschien nog wel roomser dan de pauze. En als je het hebt over van, joh, wat doe je voor Twenteboard TKT en wat doe je met je eigen bedrijf. Hè? Ik benut bijna niet het netwerk wat ik opbouw met Twenteboard om voor mijn eigen bedrijf acquisitie te plegen. Nou, dat zou misschien wel iets minder zwart-wit mogen. Ja. Hij was er heel transparant en duidelijk in. Van, joh, ik heb een algemeen belang. Dat belang is goed voor Twente. En ik zit aan allerlei boards en daar help ik zowel bedrijven als Twente mee. Maar ja, nou heb je Golden Egg van nu, Demcom. Ja. Er zijn nog wel een paar mooie bedrijven dat in de regio. Zouden er nog veel meer moeten? Je ziet nog steeds een heleboel. U bent gebleven toen u uit Winterswijk. Hoe zou je dat moeten houden, dat mensen niet teruggaan? Dat mensen teruggaan naar waar ze vandaan komen? Nou ja, of ze slimmer laten terugkomen, hè? Dat is op zich ook niet heel erg. Maar het hoeft niet al die studenten hier te blijven. Kijk, als je het hebt over je wilt een eigen bedrijf starten, dan blijven hier best wel veel mensen. Zeker, je hebt een waanzinnige aantallen met start-ups die beginnen. Dus ik zou me niet zoveel zorgen maken dat als je wilt ondernemen en je bent hier in Twente komen studeren, dat je dan per definitie weg zou gaan. Kijk, voor mij zou de enige reden op een gegeven moment zijn dat het praktisch gewoon heel onhandig wordt. Ik rij heel Nederland ongeveer door voor allerlei dingen en dat is van de Twente gewoon altijd ver en andersom ook. Dus het kantoortje wat wij in Utrecht hebben, dat hebben we ook omdat we voor de rest van Nederland het toch wel fijn vindt om een soort van idee van bereikbaarheid te hebben en dat heb je met Enschede niet. Ja, als je tegen Amsterdam zegt je moet naar Enschede komen, dan... Dus verder dan als wij naar Amsterdam gaan. Ja, precies, ja. Dan is het al gelijk afgelopen het leven. Ja. Meneer Dieleman. Ja. Ik ken meneer Benning wel, althans ik wist wie hij was, maar dit is toch een ondernemer waarvan we er misschien, van wie we er in het Oosterland niet zo heel veel hebben. Of wel? Ja, jawel, jawel. Ik denk ook even een stapje terug dat Twente, ik denk het sterke punt van Twente is dat je hier heel goed een bedrijf kan starten en kan laten doorgroeien. En Jaap is een van die ondernemers die dat gedaan heeft. Nou, ik heb het zelf ook gedaan, met vallen en opstaan. Maar dat is juist, als er iets een sterk punt is, is dat een sterk punt van Twente. We hebben een hele goede infrastructuur, je wordt goed ondersteund, je krijgt volop kansen. En daar praat geen onzin. Nee. Ik wil nog aan toevoegen dat toen Rob ooit gestart is, had hij heel veel aan waarschijnlijk ervaren coaches die dat al een keer eerder hadden gedaan. Nou ja, ik bedoel, ik zou nu ook zeggen dat je redelijk ervaringsdeskundige bent op het gebied van ondernemen. Ja. Benut dat dan weer vooral voor de jonge bedrijven. Ja. Casper Peters van Xsense, natuurlijk een waanzinnige groei doorgemaakt met Xsense bedrijf verkocht, is nu waanzinnig actief hier in de regio als investeerder, als coach voor al die jonge bedrijven die starten. Dus dat Xsense wordt ook alleen maar waardevoller natuurlijk op het moment dat je daar de doorloop in weet te krijgen. Ja, sorry, ga je gang. Het is wel aardig dat er is een, ik geloof 10 jaar geleden, een boek uitgekomen over de geschiedenis van de Technische Hogeschool Eindhoven. De TU Eindhoven. Ja. En daar staat zelfs een paragraaf in waarbij ze erkennen dat het aantal spin-offs vanuit Twente veel groter is dan daar. En dat is gewoon ook omdat... Dus zij vanuit, dan als het ergens, dat je iets kan geloven, dan is het dan dat zij zeggen, we moeten constateren dat het resultaat van Twente en Schree groter is dan wat we zelf doen. Ja, en als zij dat al zeggen. Als je kijkt naar aantal spin-offs, dan is dat zo. Dan is in Nederland is die positie gewoon uniek, het aantal spin-offs. De aandacht die je ervoor vraagt en krijgt, dat is een stuk minder. Ja. Dus je ziet wat er... Maar dan is het toch een drama, jongens, dat we dat niet veel beter kunnen uitventen. Dat we dat niet beter kunnen... Dat we dat niet besturen. Want als je nou kijkt naar de werkgelegenheid, als je kijkt naar voorzieningenniveau, als je kijkt naar, noem het allemaal op, dan zeggen jullie wel dat is goed. Maar dat kan natuurlijk nog wel even wat beter komen. Het feit dat je een heleboel aantallen start-ups hebt, wil niet meteen zeggen dat dat heel veel banen genereert. Ik vind dat wel een heel belangrijk aandachtspunt voor Twente, is die doorgroei van bedrijven. En als je bijvoorbeeld Twente met Leuven zou vergelijken, dan heb je qua arbeidsplaatsen is het gelijk. Het aantal start-ups in Twente zijn er een paar honderd en Leuven een handje vol. Dus dat handje vol zorgt voor net zoveel banen als die paar honderd hier. Hoe kan dat dan? Ik ben geen ondernemer. Ik kan niet voor het ondernemerschap kijken. Die Vrije Republiek Twente, die kijkt dan naar het geheel. Van hoe kunnen we ervoor zorgen dat de samenhang misschien bestuurlijk gezien ook beter wordt. Dat we naar Den Haag een betere ding hebben om het in Twente beter voor elkaar te krijgen. Ik denk dat Den Haag heeft misschien wel helemaal geen invloed op hoe goed wij hier met start-ups en groeiende bedrijven om kunnen gaan. Ik zie daar helemaal geen rol voor Den Haag. Ik zie daar een rol voor investeerders die hier naartoe te trekken. Dat is niet helemaal waar. Ja? Want het is natuurlijk wel een keer een kunstgreep geweest dat hier die universiteit gekomen is. Dat is waar ik zo. Dat is wel een voorbeeld dat Den Haag in de tijd heeft ze denken, nou, eens even. Ja, in het oosten kunnen ze wel een universiteit gebruiken. Ja. Was dat niet gebeurd, dan hadden wij hier niet gezeten. Dan had je hier niks gehad. Nee. Dus, maar je zegt, we moeten het hier doen, maar ik heb toch de indruk dat in de Randstad daar nog steeds gebeurt. En dat wij gewoon een goede infrastructuur met de Randstad moeten hebben. Ja. Openbaar vervoer, asfalt,
om ervoor te zorgen dat die afstand, dat die ondernemers hier naartoe komen, dat die investeerders hier naartoe komen, dat we goede politici krijgen. Want ik heb ook wel eens de indruk dat als er hier een burgemeestersbaan te vergeven is, dat we geloof ik de backbenchers van de partijen uit de Tweede Kamer of weet ik wel die allemaal gaan solliciteren. De Van Gijsels van Eindhoven, die komen hier niet gesolliciteerd hoor. En daar zou je wel wat aan gehad hebben, denk ik. Dat denk ik wel, ja. Maar goed, Onno moet dat nog bewijzen, maar ik vond Peter Nauts ook wat dat betreft een enorme iemand die dat neer kon zetten. Het is alleen wel misschien het punt hier. We gunden hem die plek denk ik niet. Op het moment dat je het hebt over boegbeelden, dan wordt het hier wel een hele lastige discussie. Want er zijn er te veel mensen die naar zichzelf kijken in plaats van naar een ander. Ja, bovendien, je bedoelt te zeggen, de burgemeester van Oldenzaal, Almelo en Hengelo accepteren niet dat de burgemeester van Enschede misschien wel... Ja, maar ook de industrie niet. Dus waar de industrie in Eindhoven tegen Van Gijs zegt van joh, jij de credits, ga doen. Het interesseert ons niet wie de credits ervoor krijgt, maar ga dit regelen. En je wordt gesteund door ons allemaal aan de achterkant. Dat lijkt me hier lastig. Dat is in Leuven ook zo. Heeft de burgemeester, heeft die positie ook. Ik heb dat letterlijk van hem gehoord. Die zegt, ik heb af en toe geen idee wat ze aan het doen zijn, maar ik verdedig het met mijn leven. Ja. En die positie krijgt hij dan ook. Ja, maar hoor je nou wat hij zegt? Ja. Ik vind het wel heftig wat je zegt eigenlijk. Wij hebben dat ook in de technologiekring gezegd. En in de Twente-board, die zegt, jongens... Ja? Wat werd er dan gezegd? We kiezen geen boegbeeld, maar we gaan een verhaal van Twente met z'n allen verkondigen. Je komt niet uit die discussie. Dus om een boegbeeld te kiezen. Jij hoeft geen naam te noemen. Maar waar zijn dat dan voor mensen die er zo in staan? Want die willen dus... Die gunnen dus de ander de credits niet. Die willen dus niet dat een ander in de voetlicht komt staan. Daar komt er neer, als je het zegt. Ze gunnen elkaar de dingen vooruit te staan. Ja, dat is wat zwart-wit, maar ik denk dat daar in de kern wel waar het is. Jaloezie. Ja, misschien wel. Jaloezie weet ik niet, maar... Ik herken het wel wat je zegt. Maar ik vind het nog steeds... Ja, ik kan het nog steeds niet geloven dat inderdaad wel speelt. Dat is wel zo. Het maakt natuurlijk geen... Kijk, maar dat hangt ook af met... Hoe een provincie erin zit, bijvoorbeeld. Hè? Als je kijkt naar waar een, en dat gaat er niet over bestuurders, maar als je kijkt hoe een OostNV, de ontwikkelmaatschappij, hè, die innovatieontwikkelingen, die bestaat nog. En een kennispark. En dat die twee beide worden afgerekend op hoeveel mediamomenten, hoeveel vlagjes kun je, of hoe vaak kun je jouw vlagje ergens opplanten. Ja, dat werkt natuurlijk niet heel handig als je dat met twee partijen die met elkaar erover gaan concurreren in één regio. Gaat allemaal concurreren. Ja, maar dan hebben ze dus afgekeken vanuit de Tweede Kamer. Waarbij de PvdA... Daar moet je zoiets veel naar Den Haag kijken, denk ik. Ja, dat is de Tweede Kamer. Zo, hoe vaak heb je de kranten gestaan? Wanneer heb je dit gedaan? Als je het hebt over groei van bedrijven, dan zou het echt een rotzorg zijn of we dat in Den Haag onder het voetlicht weten te brengen. Dat is misschien mooi, maar dat lukt alleen maar op het moment dat onze bedrijven wereldwijd succes hebben en wereldwijd daar gezien worden. Kijk, al die technologiebedrijven, wat ik geloof dat de toekomst van Twente is, die zit in technologie. Voor mij is dat de enige... De toekomst van Twente zit in technologie? Ja, sowieso. Eigenlijk moet het nog specifieker dan dat. En ik denk dat wat je niet specifieker zozeer... dan? Nou kijk, als je zegt wij doen technologie en Brainport doet technologie, dan moet je goed weten waar je sterker bent dan Brainport. En ik denk dat we hier heel goed moeten oppassen dat we nu heel vaak proberen dat in technologie push te doen. Dus we zijn goed in nanotechnologie, we pushen nanotechnologie, we pushen sensortechnologie. Het gaat natuurlijk veel meer om de toepassing daarvan. Daar moet je uniekheid denk ik in krijgen en daar heb je technologie voor nodig. Dus als je kijkt naar Wageningen, de regio, die hebben fantastische technologieën, maar het draait alleen maar om agrofood. Dat is waar ze wereldwijd voor bekend staan. En dat is een hele duidelijke focus. En ik vind dat dus dat geldt ook voor Brainport. Hè? Brainport, Twente, Delft. Dat is, lijkt nu allemaal technologie push, terwijl het volgens mij veel sterker is als Wageningen. Maar jij zegt dus eigenlijk dat je niet zozeer moet focussen op technologie, als wel op de toepassing van technologie. Ja. Ja. Maar ik ben nog één ding nieuwsgierig. Je zegt van in Eindhoven, daar hebben ze veel meer met het boegbeeld van Gijsel. Maar als wij nou Twente samenvoegen tot de stad Twente, zoals het vroeger was met de dubbelstad gegaan is. Dan zou je misschien wel een toonaangevende politicus hier krijgen die hier burgemeester wil worden. En daar zouden misschien dan wel de mensen achteraan willen lopen. Ja. Dus het ondernemers die zeggen, de dubbelstad, de regio stad Twente of weet ik veel wat. Ja, maar dat hebben de ondernemers ook een paar keer liever ook gezegd. Vandaag dan morgen. Maar goed, ik ben een leek op het dossier. Nee, maar we vragen het jou, daarom zit het hier. Er zijn genoeg acties geweest door de jaren waarbij ondernemers hebben gezegd, dat moet gebeuren. Dat gebeurt niet. En als het niet gebeurt, dan zijn dus ook, hoor je ook van collega's die zeggen, nou ja, dan ga ik er ergens anders naartoe. Of er gebeurt geen reet in Twente, of ik kan geen goede mensen krijgen. Of voorzieningen zijn waardeloos, toeleveranciers. Dat gaat nog wel goed. Ja. Goede mensen krijg je wel. Nee, dat is misschien wel... Wacht even, dan heb je Dennis Schippers weer. Dennis heeft samen met een paar collega-bedrijven
hier een hoogleraar gefinancierd om ervoor te zorgen dat die kennis en dus ook die uitstroom blijft en dat hij ook mensen kan krijgen die dat vak beheersen. Dat ging in dit geval over mechatronica. Maar je hebt nog niet zoveel, nog niet zo heel veel mensen in dienst, 8, 9, nou dat worden er misschien wel 10, 15, 20, ik heb geen idee. Maar die zijn te vinden. Ja, daar ga ik wel vanuit. Je ziet, weet je wat dan lastig is? Als we hebben, dat was een toezicht van mij ook nog wel bij de Tech Demo een rondje gedaan bij de ondernemers van goh, hoeveel mensen zoek je eigenlijk? Ja, grappig wat er dan gebeurt. Dan zegt Rob, joh, ik heb er 1 nodig. Zegt ze maar, ah, nee, ik 2, 3, 4, 5. Dus iedereen, dus het is wel natuurlijk stoer om een aantal vacatures te hebben. Hè. We hebben volgens mij te maken, zeker op softwaregebied, met een schaarste, in ieder geval een perceptie van de schaarste van mensen, dat er heel veel vragen zijn en heel weinig aanbod. Ik denk dat het in de praktijk nog wel meevalt. Maar goed, het is mechatronica, softwareontwikkelaars, dat zijn hele moeilijk om te vinden. Daar hebben Demcon last van, daar hebben wij last van, jullie last van. Maar er zitten ondertussen wel, een van de initiatieven van Twente Board, Sectorplan Twente. Wat zeg je? Er is een boel geld opgehaald om mensen van werk naar ander werk of van geen werk naar werk, om ze opleiding te geven en dat te financieren. Dat bleek dat er 280 softwareontwikkelaars, hoogopgeleide HBO en WO niveau, gewoon in de kaartenbakken zaten. Dus het is ook een beetje van, ik snap maar helemaal niet hoe dat kan, hoe je daar als UWV nooit iets aan kunt. Maar, onwetendheid. Ja, dus er gaan allerlei dingen mis, maar ze zijn er wel. Dus, maar als je dit soort verhalen hoort, ziet, aan het dagelijks leven mee, maar gaat het dan niet kriebelen? Dat je denkt, er moet wat gebeuren hier in Twente, er moet een vrije republiek komen. Ik ga me er verdorie mee bemoeien, ik ga ervoor zorgen dat al die labbekakken die allemaal 60 jaar zijn en allemaal die lekker achteroverleuven functies in de politiek hebben en in allerlei Twente boards en weet ik het allemaal, die nog een beetje belangrijk zitten te doen. Ik ga het overnemen. Revolutie prediken. Ja, maar zo zou je het kunnen doen. Dat lijkt me een mooie rol voor jou, dus nu moet je jou dat boegbeeld dan daarvan maken. Maar ik geloof meer in het kantelprincipe. Voor mij is, ik ben zijn naam even niet zo snel paraat, maar een professor vanuit Rotterdam. Die zei van joh, als je dat soort bewegingen wil doen, dan ga je het hebben over kantelmomenten. De kantelaar. Precies. Ja. Dus probeer een massa van binnenuit te creëren. Op een gegeven moment zie je dat het in één keer omkantelt en dan heb je waar je het wil hebben. Nou, ik denk dat een vrije republiek. Het is slecht, maar bij de rest is het nog slechter. En we moeten wachten op het kantelmoment. En als dat er is, dan doe ik mee. Ja, Bernik. En ik denk dat het beter is dan slecht. Dus. Ik vond het geweldig dat je de moeite nam hier te komen praten over je bedrijf, over de situatie in Twente. Dat je de Vrije Republiek Twente steunt. Ja. Rob Dieleman, ondernemer, ik ben blij dat je even in de tweede helft bent aangeschoven. Ik wens jullie allebei heel veel succes. Dankjewel. U weer bedankt voor het kijken. Het was toch maar weer een openbreking van de uitzending waar u was op dat moment naar zat te kijken. Als u hierbij wil zijn, kom naar vrijdagmiddag naar Fellini toe. Want dan krijgt u misschien zelf ook de kans om uw mening te spuien. Want wat u vindt, daar gaan we nu naar kijken. Bedankt, dag. Wat zie jij eraan willen doen om Twente te veranderen? Te verbeteren. Ja, te verbeteren. Om zelf niet meer zo bescheiden zijn en gas geven en ook het opnemen tegen de westerlingen. Wij zijn minstens net zo goed als de mensen in het westen. Dat is ook zo. Misschien generaliseer ik wel, maar zo is het gewoon. Zijn we dan te kleingeestig hier in Twente? Nee, te bescheiden. Oh, dat is een heel verschil, hè? Kleingeestigheid en bescheidenheid. Ja, weet ik niet. Maar moet je even in het woordenboek opzoeken hoe dat in elkaar zit. Maar we zijn gewoon te bescheiden. Dat vind ik. Dus gas geven. Wat zijn nou de kwaliteiten die je hier in Twente zou kunnen opzoeken? Ach, we zijn natuurlijk makkelijk te benaderen. Over het algemeen zeer betrouwbaar. En we komen onze afspraken na. Meer is er niet van. En daar lever jouw onderscheidend vermogen mee. Je moet niet te snel te bescheiden zijn. En wij zitten heel veel in het Westen. En wat westerlingen ook over ons zeggen is gewoon van, nou, als je je afspraken nakomt, je bent betrouwbaar, je doet je werk. Over het algemeen liggen onze tarieven ietsje lager. Dat is ook wel een bijkomstigheid. Maar dan werkt het heel erg leuk en heel erg goed. Zou Twente een republiek kunnen worden, denkt u? Helemaal een losse republiek. Nou, dat lijkt me een iets wat onhaalbare kaart, maar het is een leuke gedachte. Zeg heren, even zo tussendoor, hè? Mag ik even wat vragen? Want u weet nog wel eens wat, hè? Soms. Ja, soms. Zou u toevallig nou ook uw mening willen zeggen? Want ik ben heel benieuwd naar uw mening. Nou, dan moet ik eerst een vraag horen. Ja, dat gaat wel om een vraag dan, hè? Ja, wij zijn hier met elkaar hier in dit café in Fellini. Want we hebben net een interview gehoord. En dat is een interview van de Vrije Republiek Twente. Bent u ook zo'n echte republikein?
Nou, ik denk meteen even ook aan de Amerikaanse verkiezingen. Dan haak ik wel af. Maar hier in Twente wel. Hier in Overijssel ook wel. Want... Wat zou er dan mogelijk zijn volgens u? Onafhankelijk. Twente onafhankelijk maken. Twente onafhankelijk en binnen Twente meer samenwerken. Ik hoor die meneer voorzeggen. Dus ja, als je voorzegt, dan ben je ook aan de beurt bij mij, hoor. Kan ik u bedienen met een vlammetje? Nee, maar ik mag niet met volle mond praten. U ook niet. Nee, ik ook niet. Dus nee, het komt goed. Nee, wat ik voorstel met Twente, ik bedoel, ik denk wel dat we Twente meer op de kaart moeten zetten. Dat vind ik met de Vrije Republiek. We zijn te bescheiden. Kameraden, er mankeert niets aan uw toestel. Dit is de Vrijmipo van de Vrije Republiek Twente.